Hey, ik ben Mark van Mold Claim Center TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Kaberg Stunt, beschikbaar bij moldkledingcenter.nl. Motorkledingcenter Review. De specialist in motorkleding. De Kaberg Stunt is een integraal die gemaakt is voor naked bike rijders, sporttour motorrijders of eventueel sportmotorrijders die op zoek zijn naar een iets andere helm als een normale integraal. Wat gelijk al opvalt aan deze helm is dat hij een heel lang vizier heeft en een vrij puntige kin. En dat geeft deze helm echt een, ja, de naam zegt het al, stunt, een beetje een stoere uitstraling. Waardoor hij dus ook heel goed past op bijvoorbeeld een naked bike, een Ducati Monster, een KTM Super Duke. Echt die stoere motoren, daar zit een hele goede geschikte helm voor. Gemaakt van polycarbonaat, weegt ongeveer 1450 gram, wat een normaal gewicht is voor een integraal. En alle opties zitten hierop, dus wat dat betreft, qua gewicht zit het ook helemaal goed. Zoals ik al zei, een heel lang vizier. Als we deze afhalen, lijkt dit een beetje een crosshelm zonder klep. En we zien dat toch wel dat ook meer merken dit soort helmen gaan uitbrengen. En ook in de advertenties en de weergaves van de nieuwe motoren zien we dat dit soort helmen toch zeker wel een trend gaan worden. Aan de voorzijde een grote ventilatieopening. Dus als we hierop drukken, open gaat. En als we die naar boven doen, weer naar beneden. Hier kunnen we het goed zien. En als deze open staat, komt de lucht via de binnenkant ook tegen het vizier aan, waardoor het vizier ook weer niet kan beslaan. Aan de bovenkant twee grote ventilatie-inlaatjes. En aan de achterkant zit een spoiler. Door deze spoiler ontstaat er onderdruk. En hier aan de achterkant wordt dan een vacuüm gemaakt, waardoor de warme lucht ook uit de helm wordt gezogen. Belangrijk en niet te missen, een zonnevizier. Het voordeel daarvan is dat we niet een donker vizier mee hoeven te nemen, maar dat we altijd een donker vizier bij ons hebben. Beide vizieren zijn voorzien van een anti-kras en een anti-condens coating. En het grote vizier is makkelijk af te nemen door deze helemaal los te draaien. En aan de andere kant hetzelfde. Zo kunnen we het vizier eraf halen en makkelijk schoonmaken. De buitenkant kan je gewoon met een doek en een sopje doen, maar de binnenkant is door die coating vrij gevoelig. Dus doe dat met een microvezeldoek en eventueel lauw water. Het zonnevizier zit er vast in. Die is te verstellen met deze knop. Heel gemakkelijk met je handschoen te vinden. En als we dan de binnenkant bekijken, dan zien we dat deze helm is voorzien van een speciale voering die vocht en transpiratie regulerend is. Zorg ervoor dat je vocht wordt afgevoerd en dat je niet een te heet gezicht krijgt, ook als het wat warmer is. Er zit een kinflapje bij die hem aan de voorkant goed laat afsluiten. Het is een wat langere kin, dus door dit flapje krijg je daar ook niet koude lucht naar binnen als het winter is. Is het zomer, haal je deze lekker uit, krijg je ook weer wat extra ventilatie aan de binnenkant. Sluiting is een microbukkelsluiting. Gemakkelijk af te stellen. Doe hem iedere keer zo strak als je wilt en als je hem dit koordje trekt, gaat hij los. Voering is volledig uitneembaar. Een 3D voering, 3D foam. De nekrol zit hier al ingebouwd, dus hij wordt aan de onderkant ietsje dikker, waardoor hij wat beter afsluit langs de wangen. Het is niet een super stille helm, maar het is ook meer een beetje een fun helm. Rij je echt het hele jaar door, dan is hij wellicht ietsje te open. Kijk dan bijvoorbeeld naar de Shark of naar de Kaberg Modus of de Kaberg Ego. Deze gaat er ook gemakkelijk uit. De voorkant zit vast met drukkertjes langs de wenkbrauw. Niet op het voorhoofd, dus geen vervelende drukpunten daar. En aan de achterkant zit hij vast met een nekrol. Die trekken we er zo uit. Voordeel van een uitneembare voering is dat je hem gewoon kan wassen. Haal hem eruit, 30 graden in een wasmachine of met een handwasje. En we zien hier verschillende diktes foam. Dat zorgt ervoor dat hij op de plaats waar dat moet goed aansluit. En dat je via de boven- en de onderkant en de zijkant nog wel voldoende ventilatie over je hoofd krijgt. Pasvorm van deze helm is ovaal. Dus zorg ervoor dat je, ja, als je weet dat je hoofd van voor tot achter wat langer is dan van links naar rechts, dan pas je deze helm waarschijnlijk heel goed. Aan de binnenkant zien we heel veel gleuven. Die zorgt ervoor dat de ventilatie die aan de bovenkant of aan de voorkant inkomt, je hoofd kan verkoelen en aan de achterkant bij de uitlaat ook weer kan verlaten. Deze helm is niet Bluetooth voorbereid. Er zit niet echt een losse ruimte voor speakertjes. Het kan wel, maar dan kan het wel zijn dat hij wat gaat drukken op de oren. Wil je meer informatie over de Kaberg Stunt of wil je deze helm bestellen? Klik dan op de balk in beeld. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Laat ons weten wat u van onze reviews vindt. Like onze Facebook of YouTube pagina om op de hoogte te blijven van al het motornieuws. Breng een bezoek aan onze winkel met het grootste assortiment motorkleding van Nederland. Altijd advies op maat. Tot ziens op motorkledingcenter.nl.